Navigatie politieauto's faalt en Alpe d'Huez 2017 gestart. Goedemorgen. De simpele politiewagen zou veranderen in een high-tech kantoor op wielen. Allemaal dankzij het unieke plaatsbepalingssysteem. Maar dat blijkt falikant mislukt. In een vertrouwelijke brief stelt de Amsterdamse politiechef Albersberg dat het systeem zoveel kuren heeft dat diverse voertuigen niet meer inzetbaar zijn. Dat de Amsterdamse politiebaas zich hoogst persoonlijk beklaagt bij de korpschef en onmiddellijk actie eist, dat is wel echt veelzeggend. Het tekent de irritatie en het geeft bovendien ook het belang van het probleem aan. We hebben agenten gesproken die vertellen hoe ze soms in noodsituaties, waarbij burgers echt in gevaar zijn, soms naar een compleet verkeerd adres worden gedirigeerd. Ja, en dat kan natuurlijk fatale gevolgen hebben. Verdrietig nieuws voor de vrijwilligers van de Wereldwinkel in Laren. Ze moeten plaatsmaken voor een kapel van de Sint-Jansbasiliek. We hebben hier bijna 40 jaar gezeten. Voor een symbolisch bedrag van 1 euro per jaar. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Daar zijn we ook dankbaar voor de parochiebestuur. Maar we doen dat natuurlijk niet voor onszelf. Ik zie meer nut in een fair trade shop dan in Mariakapel. Maar ja, daar hebben we verschillende meningen ook over natuurlijk. Ruim 4000 deelnemers doen vandaag mee aan Alpe d'Huez. Ze beklimmen de Alpe d'Huez te voet of op de fiets en halen daarmee geld op voor de strijd tegen kanker. Het motto is ook deze keer: opgeven is geen optie. Giro d'Italia-winnaar Tom Dumoulin wordt vandaag ongetwijfeld wakker met een brede glimlach. Gisteravond werd hij namelijk gehuldigd in het bijzijn van duizenden fans en benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Limburger van Verdiensten en Ereburger van Maastricht. Vandaag moet hij wel weer aan de bak. In Limburg opent hij de veilige wieleromgeving Sportzone. Dat wordt de meest innovatieve plek om te leren fietsen voor iedereen. En het is vandaag 1 juni, de start van de meteorologische zomer. En dus kunnen we de balans opmaken over de lente. Het was gemiddeld 10,7 graden. En daarmee staat de lente van 2017 op plaats 5 van de warmste lentes ooit. Tot zover het nieuws van Telegraaf vandaag. Fijne dag.